fans. En super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. En we gaan deze video beginnen. En vergeet ook niet te abonneren. Vandaag in deze video is weer zover het Efteling Journaal. Nou ja, ik begin even met de vogelrok. Want de vogelrok, die is al dicht. Hij gaat helemaal onder de stijgers. Want zij gaat de vogels schilderen. En ze gaan de baan even controleren. En een beetje bijwerken misschien nog. En zij gaan er in de attractie zelf, maar voor mijn vogels zijn, gaan ze ook allemaal even mooi inderdaad schilderen. En dat duurt tot en met de 27 oktober vanaf dit jaar. Fabula, die gaat op 2 oktober weer dicht, tot en met 6 oktober, ook van dit jaar. En Villa Volta, die gaat op 9 oktober ook weer dicht. Tot en met 13 oktober. Baron 1898, mijn favoriete attractie en ook die van jullie, die gaat 11 oktober dicht. Ja, en er staat helemaal niks bij hoe en wanneer weer open gaat. Maar ja, dat zien we maar vanzelf wel. Fata Morgana, dat is gek, die was zo eens een keertje dicht geweest. Die gaat weer overnieuw weer dicht, want die gaat ook alweer in onderhoud. Tot met 16 oktober tot en met 27 oktober. Joris en de Draak. Die gaat 30 oktober dicht tot en met 22 december. Dat duurt dan oktober, november, december. Dat kan nog 3 dagen duren. Of weken. 3 weken duren. De Piranha. Die gaat 6 november dicht tot en met 28 juni 2024 pas weer open. En natuurlijk Carnaval Festival. Die gaat op 8 december 2023. Oké, we gaan nu even langs het Sprookjesbos. Want daar is ook alweer iets aan de hand. Want bij Doornroosje, even kijken hoor, ja, die staat ook weer in onderhoud. Als je heel goed ziet op de foto, ze gaat iets aanpakken. Want die ene stukje waar je normaal inlopen, ja, als je door Roosje niet in wil lopen, daar is een enorme poort. Dan kan je door Roosje overslaan. Ze gaat dit weghalen. Dat komt ook hartstikke goed uit, ook nog. Want Doornroosje is ook een van de populairste sprookjes van het Sprookjesbos. Ja, de vogelrok heb ik al gehad. Ja, dankzij mijn camera kom ik zo weer op terug. Nou, weet je wat, we gaan even nu pas naar Dans Macabre. Want, ja, Dans Macabre. Als je heel goed ziet op de foto, hij gaat hard. Alles staat binnen. De baandelen, nou, de stukken van de baan, hoe wij omhoog en omlaag gaan, die staat al klaar. Want hij gaat zo snel, Dans Macabre, we komen eraan. Ja, en ik ga deze video nou weer even afronden. Vond je ook een hele leuke video. Wil je nog meer Efteling Journaal willen horen? En ook alle beelden van de onderwijs? Laat hieronder maar even weten in het reactie. Maar één klein dingetje. YouTube, Google, haal mijn reacties niet weg. Ze zijn hartstikke belangrijk. Oké, maar nu ga ik je echt even afronden. Vond je ook een leuke video? Morgen ben ik weer op dit YouTube kanaal weer te zien. Het is maar één ding te zeggen. En dat is... Laters!